Fine. I'll buy it. Wat ik veel beter doe dan voorheen is sowieso mijn lessen structureren, veel scherper formuleren wat ik van mijn studenten wil hebben. En ik kan ze natuurlijk veel meer bijstaan in waar zij zelf tegenaan lopen. In de filmmontage, lessen en de camera standpunten. Ik heb super veel dingen zeg maar along the way opgeschreven, gewoon inhoudelijk, gewoon om mijn filmlessen te verbeteren. Dus heel veel tips, heel veel websites, heel veel mooie cursusdingetjes. Je kan echt veel vinden, maar dat wist ik gewoon allemaal niet. Dus ik heb wel echt meer tools nu. Ik heb het idee hier en de volgende week ga ik het doen tijdens mijn lessen. Alle opdrachten die ik hier bedacht heb, heb ik uitgevoerd tijdens mijn lessen. Dus, en dat ga ik ook volgend jaar doen en de jaar daarna en dan wordt het altijd beter. Ik ben al volop aan het testen door film in te zetten als middel om snel iets op te leveren. Doordat de studenten het gaan filmen, op de een of andere manier is mijn indruk dat ze het daardoor ook iets serieuzer doen. En de werkvorm is gewoon duidelijk van nou, ik hoef niks op te schrijven, ik ga gewoon iets maken. En daardoor heb ik heel direct resultaat en ook zichtbaar resultaat. En je kunt het ook heel leuk delen met de groep nadat je een opdracht hebt gedaan.